Hey, weet je nog die Blender video die ik vorig jaar had geüpload? Ja, vergeet die. Hij is outdated. Ik wou nieuw maken, want ik weet nu meer. We zijn nu 2 jaar verder sinds ik Blender... Nee, 3 jaar. Ik denk 3 jaar. Is dat 3 jaar terug? Jezus. Ik heb al veel meer dingen geleerd en die tutorial van vorig jaar is shit. Dit is de geüpdate versie. Ik ga hier gelijk beginnen met elke stap die je moet doen om het Blender Lego... Ja. Stap 1. Mecha Bricks, oké? Dit is de place to be. Ga hierboven naar de shop. En download dan Blender Lite. Het is gratis en daar houden we van. Dus add to cart en download de zip file die je daarbij krijgt. Ik ga hem niet downloaden, want ik heb hem al gedownload natuurlijk. De extra dingen die je hier zo kan halen is Blender Advanced. Die heb ik gehaald voor extra details zoals fingerprints, high resolution minifigures. Dus gewoon hogere kwaliteit die ik niet heb. Ik vind het ook niet echt heel nodig, want de kwaliteit is al prima. Megafig, waar je gewoon meerdere poses kan doen zoals dit. Maar het ziet er een beetje cursed uit, dus ik ga het niet gebruiken. Je hebt Mechalizer, die is echt tering duur trouwens, jezus. Maar dan kan je dus van normale Blender objecten kan je een Lego object maken zoals dit. Dit is denk ik niet het beste voorbeeld wat ze konden geven, maar... Hey, het is er. En Mechaface, waar je de gezichtsuitdrukkingen kan aanpassen. Die ik liever niet gebruik, eerlijk gezegd. We komen zo terug naar de download van de zipfile. We gaan eerst naar de workshop om een figure te maken. Dus we hebben hier zo de workshop en alle Lego blokjes die ooit zijn uitgekomen, zover ik weet, die zitten hier op. Dus je hebt allemaal verschillende soorten, ja, hoe moet ik het zeggen, thema's, weet ik veel. Dus als je hier zo op minifigures drukt, dan kan je hier zo kiezen tussen heads, upper parts, dat is de torso, de armen, de lower parts, dat zijn de broeken, en de big figures, zoals de Hulk ofzo. Dus hier bijvoorbeeld, je pakt hier een lower part en je pakt een broek. We gaan Tim maken, alright? Net zoals de vorige keer eigenlijk, we gaan gewoon Tim maken. Tim's broek is, nu weet ik het wel, blauw, donkerblauw. Maar als je hier zo terug naar minifigures gaat en je gaat naar upper parts... Dan klik je hier zo op en dan is het leeg. You know, het heeft geen texture erop. Dus daar hebben we niks aan. Dus je wilt een texture vinden van de minifigure die je wil gaan gebruiken. Daarvoor gaan we nu gewoon naar Google toe. En dan zoeken we dus op Google op Lego Gray Hoodie Red. Ja, ik weet niet. Oké, okay, hey shit, daar is die. Dus hier zo, je zoekt even de torso op. En dan zie je hier zo deze code hier zo. En dan, ja, meestal kan je eventjes naar de website gaan en dan zie je hier de code en dan kopieer je die. Plak je die hierin. En... Wat? Misschien deze? Ja, number item, dat zou het nog moet zijn, denk ik. Deze? Ja! Holy shit, daar is die. Oké, there you go. En dan hebben we nu... Tim! Hij mist alleen zijn kop. Zo, kijk eens aan en dan sleep je het gewoon op zijn hoofd. En natuurlijk heeft Tim een beanie. Dan zoeken we dat op. En kijk eens, volgens mij is dat... Nee, dat is een beetje donkerblauw. En als je dan klaar bent, dan ga je naar File, Export, Format, Blender Add-on en dan Export. En dan is hij hier zo aan het downloaden. Ik ben hem vergeten een naam te geven. Kut. Oké, je gaat naar File, Save. Tim is blij. Save. File, Export, Blender. Ja, yeah, Export. Oké, daar is hij. Hey, Tim is blij. Dit kan weg. Nu gaan we naar Blender toe. Oh, ik heb per ongeluk nog die andere vouw open. Dit is hem trouwens, de Snick of Death. Heel cool, ja. Ik denk van elke Blender tutorial die je gaat tegenkomen, is het wel obvious wat je moet doen. Ga naar Edit, Preferences en naar Add-ons. Klik dan op Install en sleep dan de zipfile in het Blender mapje. En dan heb je hem. En dan nu ga je naar Import, Mechabricks. En dan zoek je je file. Hier, Tim is blij. Oké, dus we hebben nu Tim. Maar zoals je kunt zien, Tim ziet er niet uit. Je ziet zijn gezicht niet, je ziet zijn hoodie niet. En dat komt omdat je hier zo in de Solid Workshop zit. Wat je moet doen, is je gaat eentje naar rechts. Dan gaat hij naar Shading. En kijk eens, daar is Tim. Wat we nu gaan doen, is met Shift-klik ga je elk lichaamsdeel selecteren dat Tim heeft. En dan ga je hier bij dit kleine vakje... Ga hier zo naartoe. Klik je op Epic Fig Rig. En dan klik je op Rig Selected Minifigure. En dan nu is die gerigd. Wat we nu gaan doen is je klikt dus op de rig. En dan klik je op Ctrl Tab. Dus tegelijkertijd. En dan kan je nu Tim laten bewegen. Kijk eens aan. Daar is die.
Wauw. Hij beweegt nu. Wat we dan nu ook even gaan doen is, we geven hem eventjes een huisje, you know. We geven hem even het huis waar ze altijd zitten. Oké, daar is hij. Maar je gaat misschien zien... Je ziet... Serieus? Oké, ik ben weer terug. Ik weet niet of die nu goed zit, maar goed. De Lego blokjes in Blender zijn voor een of andere reden echt enorm. En als je een nieuwe Blender file start, dan is de view is wat kleiner. Dus wat je gaat doen is, je gaat naar View, je klikt op End en dan zet je daar even een nulletje achter. En kijk eens, daar is het huis. Dus wat we nu gaan doen, we zetten eventjes Tim, die pakken we even op, hier zo. En die zetten we dan eventjes op een stoeltje neer. Nou, je kan Tim zijn hele lichaam kan je bewegen. Dus hier zo. En dan pakken we zijn voeten. En dan gaan we hem hier zo eventjes laten zitten. Kijk eens. Daar zit hij. Gaat hij even tv kijken. Oh, er is geen tv. Nou, zoals je kunt zien, dit ziet er oké uit. Maar het is niks vergeleken met hoe het eruit ziet in de animaties. Dan gaan we naar Viewport Shading. We zitten nu in de render engine genaamd Eevee. Wat prima is, maar best wel lelijk soms. Om dat te fixen, ga je hier zo naar rechts. En dan klik je op Render Properties. En dan Render Engine van Eevee gaan we naar Cycles. Het laat enorm sloom in. Dat komt omdat mijn device nog op CPU staat. En dan ga je van CPU, klik je op GPU Compute. Dan gaat hij renderen op je GPU wat sneller is dan je CPU. De Noise Threshold, aangezien we hier zo aan het renderen zijn, die kan op 1, zodat alles smoothly verloopt. Max samples zet je op 100 of zo. En dan klik je op denoise. Nou, en kijk, daar hebben we hem dan. Alleen, het ziet er niet geweldig uit nu. Wat we dan even gaan doen, is we zetten een lichtje neer. We zetten een zonnetje. Nou, hij heeft geen dak, dus de zon die schijnt gewoon er doorheen. En dan kan je hier zo rechts onderin, bij lichtdata, kan je een kleurtje geven. Ik heb altijd voor mijn video's heb ik altijd zo'n paars-blauwachtige shade heb ik eronder zitten. Misschien merk je het niet heel erg, aangezien de shader niet altijd echt uitspringt of zo, want er zijn ook andere lichten. Dus nu hebben we die paarse shade en dan zetten we er nog één neer en dat wordt dan een spotlight en die brengen we dan zo. Die richten we dan op Tim en dan zet je de power flink groot, want alweer de Lego blokjes in Blender zijn gigantisch. En kijk eens aan, het is nog steeds niet fel genoeg. En kijk eens aan, dat is fel genoeg. Dan zetten we de spot size, zetten we even wat groter, want hij is nu veel te klein. Kijk, dat ziet er al wat beter uit. Dan zoeken we nu eventjes in onze files de camera op. Die hebben we ook nodig natuurlijk, anders kunnen we niks filmen. De camera nu is ontzettend klein. Want alweer, de blokjes zijn ontzettend groot. Dus met S, als je die ingedrukt houdt en dan ga je gewoon scrollen. Of nou ja, nee, je gaat met je muis weg. Dan is die wat groter. De camera die is ergens in de grond daar, dus je ziet hem niet echt. Oh, hier zo zie je hem een beetje. Wat we dan doen is, we gaan naar de camera view. En dan zien we nu wat de camera ziet. En zoals je weer kan zien, alles gaat weg. De camera settings is de end op 100 meter, wat veel te klein is voor Lego. Dus er zetten we weer wat 2 nullen achter. En dan kan je hem goed bewegen. En dan zetten we hem hier zo. Zo, het is echt heel laggy, maar goed. En kijk eens aan, daar zit hij. Dit is hoe ik mijn video's maak eigenlijk. En dan al wil je gaan animeren natuurlijk. Het lijkt me handig om te animeren in de vorige render engine waar we net in zaten. Want dat is niet zo laggy natuurlijk. Dan klik je op de model. Alweer Ctrl Tab. Op de rig bedoel ik, niet op de model. En dan kan je een lichaamsdeel selecteren. En dan met dit knopje hier zo. Auto keying. Hier zo, hier bovenin. Hier, daar zo. FPS. Frames per second, obviously. Custom en dan zet je hem op iets van 16 of zo. Dat is goed voor stop motion. Ik heb ook met die Chromacopia animatie had ik wel op 24 fps, want toen probeerde ik de bewegingen van Tyler exact 1-op-1 na te doen. Dus toen werkte 16 fps niet echt geweldig of zo. We hebben nu 16 fps, dus we gaan iets van, ik weet niet, 5 frames verder en dan doet hij zijn arm omhoog. En dan gaat hij zwaaien met zijn handje hier zo. Dus zo. Beweeg je die weer even, een paar frames verder. Beweeg je hem weer de andere kant op, een paar frames verder. Andere kant op. Dan pak je de arm weer. Dan klik je op G en dan klik je op je muis.
En dan is het een freeze frame. Dan staat hij stil. Sinds de laatste frame die je hebt gezet tot de frame waar je nu op zit, dan heeft hij de frame stilgezet. Dus dan kan hij niet bewegen daartussendoor. Dan ga je weer een paar frames verder en dan zet je hem weer naar beneden. En kijk eens aan. Nu heb je een klein filmpje. Hij is lekker aan het zwaaien. Zo, hij is blij. Laat ik wel hem even goed in de camera staren. We hebben nu een animatie. Geweldig. Top. Je gaat eventjes hier zo naar end. En dan zoek je even op wat het einde van de animatie is. Dus dat is de 16 frames. Zodat je niet de rest van de hele video gaat renderen. Terwijl je daar helemaal niks hebt, gaat niet meer. Dat is gewoon een verspilling van je tijd. We gaan weer eventjes terug naar de render. En dan klikken we op de noise threshold hier onderin. Ik heb meestal 0,3. En dan max samples op een stuk of 500. Ik weet niet of dat echt heel veel uitmaakt. Want de kwaliteit is ongeveer hetzelfde. En dan om je render een beetje te optimizen, dat het wat sneller gaat, klik je op Light en dan zie je het Light Tree uit. Ik zie ook gewoon geen verschil tussen wanneer ik hem aan en uitzet. Dus waarom zou je langer moeten wachten voor niks? Light Paths zet je op Fast Global Illumination voor gewoon alweer wat meer optimisatie. En dan hier zo naar beneden, dan ga je naar Performance en dan klik je op Persistent Data. Dat betekent, als je een nieuwe frame gaat renderen, dan hoeft hij niet elke texture weer opnieuw in te laden. Dus nu houdt hij gewoon alle textures aan. Ik snap niet waarom dit niet gewoon automatisch aanstaat, maar goed. Als je wil, kan je motion blur aanzetten. Het duurt alleen iets langer om te renderen en het ziet er met stop motion. Als je echt die stop motion feel wil hebben, dan ziet het er een beetje raar uit. Dus ik heb hem meestal uitstaan. Dan ga je naar output. Dan geef je de output een naam. De file format wordt een FFmpeg video. Dan ga je naar encoding en dan zet je de container of mpeg-4. Videocodec staat goed. Open quality is helemaal aan jou. Ik heb hem meestal op perceptually lossless. Dat betekent gewoon, het ziet er tering goed uit. Encoding speed, good is recommended. Slowest is wanneer je gewoon echt goede kwaliteit wil. Als je gewoon genoeg de tijd hebt. En real-time is als je het zo snel mogelijk wil hebben. Maar ik neem gewoon aan, ik raad gewoon aan, zet hem op good. Je kan de resolutie nog aanpassen, dus des te hoger het is, des te langer het gaat duren om te laden. En ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus we kunnen nu beginnen met renderen. Dan klik je eerst even de viewport terug op shading. Zodat als je hem gaat renderen, dan staat die andere render engine ook niet nog op Eevee. Anders is het echt, of ik bedoel op Cycles, anders duurt het echt heel erg lang. Klik op render en dan render animation. En dan ga je even wachten. Dit kan soms echt enorm lang duren. Of heel kort, bijvoorbeeld voor deze video, aangezien dit maar 16 frames zijn. Maar Nick of Death bijvoorbeeld, die had echt bijna 3000 frames. En het kostte 2 dagen, 2 volledige dagen om te renderen. Maar eerst had ik nooit al die aanpassingen die je me net zag doen. Met die belichting en die persistent data. Ik wist niet dat dat er was. En die heb ik nu aangepast aan mijn video's. Maar als ik dat niet deed, dan duurde die render in plaats van 2 dagen echt een week of zo. Wat niet normaal lang is. Ik ga even een bakje koffie maken of zo. Ik ben zo terug. Ik laat jullie dit wel even kijken, oké? Okay? Be right back. Alright, dan ben ik weer terug met een bakje pleur. Is hij al klaar? Oh shit, hij is al klaar. Oké, cool. Laten we hem eventjes bekijken. Dit soloed alles wat ik ooit heb gemaakt. Nou, ik denk dat dat wel ongeveer zo'n beetje was. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie hier wat van hebben geleerd. Als jullie wat hebben gemaakt met deze tutorial, dus jullie eigen video's, join even de server en laat me even weten wat je hebt gemaakt. Want ik ben echt benieuwd. Nou, tot de volgende keer. Doei!